Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Het is vandaag dinsdag, ik ga vandaag naar kantoor. Een beetje gekke indeling van de vlogdagen in verband met Pasen, maar ik dacht, ik doe dat maar nog even bij de vorige vlog, dus vandaar dat ik op dinsdag begin. Of nee, toch niet? Hier allemaal van die overheerlijke paasbroodjes, dus die ga ik even in de oven doen. Dan zijn die maar vast klaar. Nou, we hebben een heerlijke paasprintje achter de rug. En nu? En nu rijden? Zijn we bij het strand. We zijn even naar Noordwijk. We gaan hier straks lekker eten. We gaan even een wandelingetje maken. Nou, haha, grapje. Wandelen doe ik natuurlijk niet aan. Ik heb hier even gezellig zitten bijgekletst met mijn broer. Aan het strand hebben we even gekeken naar de spelende kinderen. En dit is natuurlijk wel een fantastisch uitzicht, zo met mijn knappe broer. En even zo naar de zee gekeken. En nu gaan we even lekker een hapje eten bij Hans en Grietje. En wij zijn nu in Noordwijk aan zee. Wij hebben hier onwijs veel herinneringen liggen, want we gingen vroeger altijd op vakantie in Noordwijk. We hadden hier een vaste staanplaats. Even langs onze oude camping zijn we gereden, waar we vroeger dus een caravan hadden staan, sta-caravan. En later nog zelfs zo'n chalet, waar ook die zigeuners in wonen, zeg maar zo'n witte chalet. En wij zijn echt, nou, sinds ik volgens mij één ben of zo,
Dat ik een jaar of 14, dus we zijn nu echt al 15 jaar lang, misschien wel langer op vakantie geweest. En mijn vader heeft zelfs hier achter mij op de boulevard nog een aantal jaar gewoond. Dus ja, veel herinneringen hebben we hier liggen. Dus leuk om daar even samen te zijn en te zien op de boulevard dat alle restaurantjes weg zijn zo'n beetje. Alleen Likkie, het ijswinkeltje zit er nog. Zelfs het Oranje Hotel, weet je, van die iconische dingen die je dan wel herkent van vroeger, die gewoon nu gesloopt worden. Dus dat is wel heel gek om te zien. We zitten dan nu zo op de zee uit te kijken. En dat je dan zo naar de horizon kijkt en dat de horizon vol staat met windmolens. Dat je eigenlijk gewoon, ja, hoeveel er verandert in zo'n 20 jaar tijd of 25 jaar tijd. Ongeveer 25 jaar geleden dat we hier natuurlijk echt regelmatig kwamen. Dat is echt wel bizar om te zien. Maar goed, nu gaan we even lekker hapje eten. Waar? Daar. Deze kant kijk, dan is het opeens heel erg hoog. En naar boven 34, precies op het zijkantje, zitten dus nu Iselotte en Valentijn.
15 volgens mij. Ah, hij is nog dieper. Nog een keer. Hij zit nog. Bizar, hè? Nog een keer. Het water komt hoger in nu. Ja. Ook voor mijn stas. Ook voor die. Kut. Het is er. Ja, ik ben er water op jouw telefoon. Nee hoor. Zit er nog steeds. Nog een keer. Heel goed, denk ik. Ga naar de luchtbel, maar zou je ook kijken. Nou, we hebben heerlijk gegeten en nu zitten wij samen in een reuzenrood. Superleuk. Nou, het is altijd spannend. Het is super mooi met de zonsondergang. Een prominent windhotel. Wauw. Super mooi. Kijk, alle schepen daarachter, kun je dat net wel zien? Boten, een beetje tegen de zon in filmen. Heel mooi. Hoeveel noord zijn ik uit? Spontaan open geweest. Nee joh. Nou, ik ben open geweest. Kijk, is wat mooi het uitzicht over de zee. Het lijkt wel een schip zo, dat hotel. Ja. Zien we iemand daar beneden? Iemand die we kennen? Volgens mij niet. Super mooi. We zijn nog niet eens op de top. Ja. De zee is nu een stuk rustiger dan vanmiddag. Ja. Al sinds 1977 ja, zit dat er al. En vroeger, toen wij dus klein waren, gingen we daar ook wel eten. Daar is Jeroen. Ja, yeah, is er dat de Valentijn? Hier.
Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ga naar mijn werk. Vandaag weer een kantoordagje. We hebben hele leuke paasdagen gehad. Gisteren met family van mijn kant. En nou ja, het is ook allemaal ons kant. Gisteren met de family en eergisteren met de andere familie. Dus het was super gezellig. Gisteren ook een leuke dag gehad in Noordwijk, waar we vroeger altijd op vakantie gingen. Even lekker naar het strand geweest en in de Reuzenrad gezeten. Dus nou, dat hebben jullie allemaal gezien. Nu gaan we weer aan het werk. Een dagje weer naar het kantoor. Maar ik ga hierbij wel deze vlog afsluiten. Of nee, toch niet? Dagje naar het kantoor, dus ik ga gauw vertrekken. Ik heb mijn spulletjes allemaal al ingepakt. Ik moet nog even mijn rugtas pakken, dat is wel handig. Anders kan ik niet werken. En dan... Nee, want als ik mijn laptop niet bij me heb, dan kan ik niet werken op kantoor. Want wij hebben geen computers meer, zoals vroeger op kantoor. Dus ik ga gauw mijn spulletjes inpakken en op naar kantoor. Goedemorgen allemaal. Zo, Tim slaat er van over, die is nog niet helemaal wakker. Het is vandaag woensdag. Islotte heeft vandaag fietsles, nog geen examen, maar wel fietsles op school. Dus die vindt het helemaal spannend. Ik zit alweer achter mijn nieuwe setup klaar om weer te gaan werken. Gisteren natuurlijk gewoon op kantoor gewerkt. Dat schatje, die gaat ook op zijn eigen kantoor werken. En dus vandaag zeg maar na het dat we het vorige week geïnstalleerd hebben weer echt even werken. Dus kan ik het weer eventjes goed ervaren. Ik ben al mijn vitamintjes aan het innemen. Ik heb weer even een groot glas water. En ik moet nu ook alweer gelijk in overleg. Dus haartjes even gewassen vanochtend, dat is wel weer even lekker. Ondanks dat ik wel vanavond ga zwemmen. Maar ja, dat was even nodig, zullen we maar zeggen. Ik hoor het belletje van mijn overleg, dus ik ga aan het werk. Ik was wel aan het werk, maar ik dacht ik open nog even snel deze dag. Wat behind the scenes maken hoor. Dat snap ik. Dat duurt nog twee weken. Okay. Dat snap ik, maar we sturen de link waar je moet. Ja? Oké, niks zeggen. Niks zeggen. Dan gaan wij even naar de rondlopen en dan kunnen jullie... Wij wachten gewoon hier, ja? Ja, dan kan je... Ja, kom maar goed. Oké, top. Goed. Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Pieterspeer. Ik sta hier naast Isalotte. Zeg toch? Ja, gewoon graag. Oh, Isalotte. Goed. Oké, gelukkig. Nou, fijn. En Isalotte die is 24 jaar. 10 jaar. Islot is 10 jaar en vandaag gaan wij iets heel erg leuks doen. Jij zei net al een beetje van, ik denk dat we weten hoe ga je weten wat we helemaal wat we gaan doen. Dus wat denk je dan? Goed in de buurt. Je mag er 0 bij zeggen, want ik heb hier, moet je eens kijken, ik heb hier 50 euro voor jou. Alsjeblieft. En nog een keer 50. En dat is hoeveel? 100 euro inderdaad. Dus deze 100 euro mag jij hebben als je op straat bent. En dan ga jij iets kopen of niet? Is dat moeilijk? Waarom is dat moeilijk? Ja, de ene is lekker klaar maken. Oké. Want ben je het vaak? Heel verstandig. Dat klopt, ik hou ook altijd van de spaar. Maar goed, je mag iets kopen ervan. Want je had het een minuut geleden nog niet en nu wel. Dus je kan er iets leuks van kopen. Zullen wij er iets van gaan kopen? Heb jij al een idee?
zo ontzettend leuk. Het is vandaag een hele chaotische dag. Ik vanochtend gelijk aan het werk. Heel erg druk gehad op mijn werk. Maar ik wist ondertussen al dat Iselotte door Milan Knol uitgenodigd is om mee te doen aan een experiment. Bizar, ze had een oproepje gedaan op Instagram. En daar had ik op gereageerd. Voor kinderen die dan mee mogen doen aan zijn experiment. En ja, nou, vond ik ook super leuk. En ik weet dat Iselotte dat helemaal geweldig vindt. Ze heeft ooit Enzo en Milan jaren geleden ontmoet. En daar heeft ze het nog steeds heel vaak over. Dat ze het zo leuk vindt dat zij hun ontmoet heeft. Dus super leuk. En ze is gewoon uitgekozen. Nou, hoeveel mensen zullen gereageerd? Dat in ieder geval honderden mensen hadden al gereageerd. En ze hebben haar gewoon uitgekozen. Super leuk. En ze zijn dus nu, is zij dus samen met Milan met 100 euro op stap. En dan mag zij dus kiezen wat ze met dat geld doet. Dus ik ben heel benieuwd waarmee ze straks thuis komt. En ja, gewoon super leuk. Dus wij zijn nu eventjes de action ingedoken. Even wachten tot zij klaar zijn. Maar het is dus waarschijnlijk allemaal een beetje chaotisch. Ik heb net even wat beelden gemaakt. Dat zij door hem geïnterviewd werd. Dat hebben jullie net kunnen zien. En nou, nu zijn we dus even aan het wachten tot dat ze klaar is. We zijn net even de action ingegaan. Even, ja, even zien, kijk. In mijn eigen leuke tasje. Wat envelopjes en zo gehaald, die waren op. Dus ja, superleuk. Dus wij gaan even wachten tot ze klaar is. Nou, heeft ze het goed gedaan, Milan? Ze heeft het superleuk gedaan. Iselotte is een superlief kind. En oprecht, dit zeg ik niet voor de film en omdat ze hier bij me staat, maar zij kan heel veel praten. Ja. Zij is oprecht nog best wel grappig. Dus ja, ik weet niet van wie ze de humor heeft. Van maar mij natuurlijk. Van jou, oké. Okay, ja, ja. Nee, ze heeft het echt heel leuk gedaan. Nou, en ja, ik heb weinig over te zeggen ook, want ze blijft maar gewoon praten. Ja, ja. Spraakwater. Superleuk. Heb je ook je eigen YouTube-kanaal een beetje gepromoot? Ik heb wel gezegd. Goed zo. Ja, je hebt wel gezegd. Hartstikke leuk. Toch? Het was, dat is het ook alweer, HD Gamers Full. Zoiets was het. Die zit op de vlog. Oh ja. Superleuk, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. We zijn inmiddels weer thuis. Ik heb mijn haar omhoog gedaan, want ik heb er warm van gekregen. En wat denkt u van mij? We hebben een super blij meisje. Ik ben helemaal kapot. Ik heb de broer van de grootste YouTuber van Nederland ontmoet. Ja. En ik heb 100 euro van hem gekregen. Ja, ze is helemaal helemaal door het dolle heen. Nou, we gaan voor Iselotte de kanaal even een natuurlijk shoplog opnemen. Of eigenlijk een Milan blog, hoe noem je dit? Hoe noem je zoiets eigenlijk? Een shoplog met Milan Knol. En dus die kunnen jullie op haar kanaal zien. Dus ik zal daar even een linkje hieronder zetten. Maar misschien dat hij pas volgende week. Ik denk dat hij pas volgende week online komt. 2 weken. Dus dan zal ik in de volgende vlog nog een keer even vertellen. Want mij ja, ze vindt het leuk om hem op dezelfde dag online te zetten als de video van Milan ook online komt. Dus nou, wij gaan even alles uitpakken. Je moet niet pompen, 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 want dan komt er lucht in en dan droogt die sneller uit. Oh. Komen lippen. Mag ik je een tip geven? Nou. Kijk. Ja, het is wel zwarter. Ja, maar als je zo knippert, dan kan je het niet goed doen. Oh, nu zit je het op je wang te smeren. Zal ik laten zien hoe je het moet doen? Kijk. Moet ik ook even in de camera kijken. Hallo. Oh, hij staat aan. Ik heb hem stiekem aangezet. Jij mama. Ja, het is heel moeilijk in de camera, maar je moet een beetje zo naar beneden kijken, want dan zijn je wimpers een beetje naar boven. Kijk, als je zo kijkt, dan zitten je wimpers tegen je bovenkant aan. Dus als je een beetje naar beneden kijkt, een beetje zo doet, dan zijn je wimpers laag. En dan kan je, jeetje, dit is heel lang geleden. En dan kan je zo, je moet het borsteltje langs je haren bewegen. Zo. Oké. En dus niet knipperen, want dan kan je het niet goed erlangs. Ja, moet je gewoon even oefenen. Ja. Ik zie niks. Het is heel moeilijk in de camera. Je kan beter de spiegel halen. Kijk, het zit nou op je wang. Maar het is oefenen. Oh. Tot dan heb ik alvast geplakt.
Je moet eigenlijk... Je moet de spiegel hebben, schat. Nou, staat het maar? Hier. Zo, het was een klein middagje filmen met Enzo. En nou, een andere broer hoor. Oh nee, klein middagje met Milan, de knappe broer van de twee. Nou. En nou is het lekker koken met Danielle. Dat is nou beter, hè? Nou. Koken met Danielle. Ik vind jou knapper dan de twee bij elkaar, dus... En wat voor lekkers gaan we eten vandaag? Wraps. Ja. Restjes opmaken uit de koelkast. We hebben lekker gekookt en we gaan lekker tortillas eten met paprika prei, beetje guacamole, beetje kipfilet. Dus dat gaan wij lekker eten.